Ja, ik kan het niet eens echt een relatie noemen. Wat ik met die huisarts had. Want als ik bij hem kwam om toch nog eens te vragen, is er iets waar ik heen zou kunnen of proberen, dan keek hij eigenlijk alleen maar in zijn computer. 1 op de 10 mensen in ons land is ontevreden over zijn huisarts. Maar een andere huisarts nemen, dat lukt zomaar niet. Dat ondervond Jopie Teunissen. Vandaag haar verhaal en dat van haar zoon Peter. Dit is Volgende Keer Beter. Goedenavond, hartelijk welkom bij Volgende Keer Beter. Het programma waarin alles draait om communicatie en miscommunicatie tussen artsen en patiënten. En hoe je als patiënt de touwtjes in handen houdt. Vandaag het verhaal van Jopie Teunissen en haar zoon Peter. Mevrouw Teunissen, welkom. Wat is er met u aan de hand? Wat er echt aan de hand is met mij is dat ik wel gezond ben, maar dat ik door een operatie die een beetje mislukt is, altijd zenuwpijn heb. En dat is al 14 jaar en dat wordt eigenlijk al door erger. Ja, u heeft veel pijn, toch zit u hier toch? Dus u gaat wel gewoon lekker door met leven? Ja, zeker. Zeker. Er is heel veel moois te beleven. Alleen je moet je creativiteit aanboren. Ja, ik verveel me geen moment. Maar omdat ik ook echt geniet van de kleinste dingen. Dat is echt waar. En dan kan ik ook, daarmee kan ik veel energie opdoen om de pijn aan te kunnen. Hij wordt nooit minder. Maar dan kun je hem aan, dan is hij niet de baas. Oké, dat is belangrijk natuurlijk. Eventjes naar uw zoon, naar Peter. Dat is wel wat als je weet dat je moeder iedere dag gewoon pijn heeft. Betekent natuurlijk dat die relatie ook een beetje veranderd is. Ja, je bent daar elke dag, ben ik er ook wel mee bezig. Ik maak me op zich geen zorgen om mijn moeder. Maar ik probeer wel zorgen aan haar te besteden. Onder andere door een aantal keren per dag te bellen. En andere mensen snappen dat vaak niet, maar we hebben echt altijd genoeg stof. Geen flauwekul alleen maar. Nee. Maar ook, we hebben er allebei lol aan. Ik doe het niet alleen om mijn moeder een lol te doen. Ja, oké, als ik haar zo zie, dan geloof ik dat wel. Precies. Mevrouw Teunissen is een vrouw die midden in het leven staat. Maar op een dag verandert dat. Het is 1995. Mevrouw Teunissen krijgt een borstsparende operatie. Hierbij wordt onbedoeld een zenuw geraakt, waardoor zij tot op de dag van vandaag veel pijn heeft in haar linkeroksel. Er zijn dagen, dan is de pijn mij de baas. En dan hoop ik ook vannacht in te slapen. Het moeilijkste daarvan is dat al haar energie gaat zitten in het verdragen van de pijn. En dat ze de energie die ze het liefst zou besteden aan aandacht voor mensen of andere dingen, dat die opgaat aan die pijn. De ene keer is het net of je een rol prikkeldraad onder je arm hebt, wat je ook nog aanknelt. De andere keer is het net of er vanuit die oksel een dolk je hart insteekt. Voor mevrouw Teunissen is een betrouwbare huisarts van levensbelang. Wat heb je voor verwachtingen? Het is de enige mens waar je met zoiets naartoe kan, denk je. Ja, en toen zag je het probleem aankomen. Ja, als je ziet dat je moeder steeds meer weerzin heeft eigenlijk om naar de betreffende huisarts te gaan. Terwijl de noodzaak of de behoefte aan zo iemand toeneemt, dan gaat het een keer mis. Ja. Mevrouw Teunissen blijft namelijk pijn houden en moet dus regelmatig naar die huisarts. Het probleem met de huisarts was dat hij dat zijn praktijk eigenlijk erg moeilijk bereikbaar was, telefonisch. En op het moment dat je naar het inloopspreekuur ging of zelfs een afspraak had, dan was het allemaal zo kort op elkaar gepland dat ook al had je een afspraak op tijd, en die kon je heus wel maken, dan zat Jopie toch nog behoorlijk lang in de wachtkamer. En het is met haar pijnen is dat echt niet te doen. En ik heb een keer aan de assistent voorgesteld van, goh, Jopie woont zo dichtbij. Kun je niet op het moment dat je ziet dat de wachtkamer bijna leeg is, haar bellen en ze staat er binnen 5 minuten. Nou, dat soort dingen, dat kon dan niet. En dat is een voorbeeld waaruit blijkt dat er dan niet zo wordt meegedacht. Mevrouw Teunissen? Zelfs de wijze waarop die je uit de wachtkamer ophaalde, dat was van een vreemdheid, een geslotenheid. Alsof je bij de schoolmeester een pak op je billen zou krijgen. Dit heeft zijn tijd nodig. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ga eens andere artsen bellen of ik bij hun patiënt kan worden. Ik heb 4 artsen gebeld, kreeg overal 0 op trakest. Geen
arts gesproken, ook de assistentes. En die zeiden, ja, dat doen we niet. En toen kwam ik weer eens bij mijn huisarts. En toen zat ik voor hem. Toen zei hij, niet gelukt, hè, andere huisarts. Heel cynisch. En dat heb ik heel nagevonden. Het vertrouwen van mevrouw Teunissen in de huisarts is totaal verdwenen. En dan krijgt ze last van haar schildklier. Je moet je voorstellen, zij heeft al bijna geen energie om de dag door te komen. Schildklier erbij maakt het helemaal moeilijk om dat nog te verdragen. Uiteindelijk besluit mevrouw Teunissen dan toch nog één keer doodziek naar de huisarts te gaan. Er wordt bloed afgenomen en ze belt later met de doktersassistenten. Toen belde ik voor de uitslag. Toen zegt ze, ja, dat is de schildklier. En ik heb al, je kunt bij de apotheek het recept ophalen van de medicijnen. En ik heb dus, terwijl ik toen goed ziek was van die schildklier, helemaal geen huisarts gezien. Zij handelde alles af. Dat was echt de maat, de limit. Op een gegeven moment dacht ik, ik moet toch bij zo'n arts zelf terecht kunnen. Weet je wat, ik schrijf me eens een brief daarover. En daar heb ik een werkelijk vriendelijke brief geschreven. En ik hoorde daar niks op. Toen heb ik de afspraak met die assistenten gemaakt dat ik echt eens bij de dokter terecht wilde. Toen maakten ze ook een afspraak op een middag en toen kwam ik bij hem. En toen zei ik, heeft u mijn brief ontvangen? Toen zegt hij, ja, ik zeg, maar waarom heb ik er niks op gehoord? Hij zegt, oh, ik dacht dat het een brief was dat hij een afspraak wou maken. En je bent hier nu toch? Hoe goed was hij als huisarts voor u? Nul. Ja, bij ons aan tafel Jannes Koetsier, voormalig huisarts en huisartsopleider. En hij schreef het boek De Gezonde Patiënt. Is het niet raar dat die huisarts zegt, nou, dat is niet gelukt, hè? Ik zal er niet veel woorden aan vuil maken. Ik vind het ongepast, onfatsoenlijk en respectloos. Nou, een paar woorden zijn duidelijk. Zelfs als het een grapje was geweest, dan nog vind ik het niet professioneel en niet gepast. Mogen huisartsen informatie aan elkaar terugkoppelen op dit gebied? Iedere informatie die de arts krijgt uit hoofde van zijn beroep, dus in zijn spreekkamer, of dat nou medisch is of niet, die mag je niet zonder dat de patiënt daarvan af weet en dat goed vindt, communiceren met wie dan ook en dus ook niet met andere artsen. Ik ga even naar uw buurman, François Schellevis, professor, huisarts en onderzoeker bij het NIVEL. Wat mag je verwachten van een arts op zo'n moment? Je mag verwachten dat die dokter je klachten serieus neemt en dat hij daar naar luistert en dat hij nagaat of er eventueel nadere onderzoek of behandeling nodig is. Ja. Maar in dit geval gaat er van alles mis. Dat gebeurt dus helemaal niet al, hè? Ik denk dat het voornaamste wat hier misgaat is dat dus die relatie niet goed is en die communicatie niet goed is. En ik denk dat is veel belangrijker dan veel mensen denken, want dat is nog gevaarlijk ook. Want? Zou je zeggen, ja, hoezo? Nou, het blijkt dat in de gevallen dat huisartsen diagnoses missen, dat in 4 van de 5 gevallen dat het gebeurt, veroorzaakt wordt door een slechte communicatie en vooroordelen van die arts. Meneer Schellevis, komt het nou veel voor dat de arts slecht luistert, dat die communicatie gewoon slecht is? Nou, wij denken gelukkig dat dit uitzonderingen toch zijn. Als je de mensen in Nederland vraagt wat ze van hun huisarts vinden en wat met name wat betreft communicatie en bejegening, dan krijgen huisartsen een dikke 8 als rapportcijfer. Okay. Dus dat is niet slecht. Maar aan de andere kant betekent dat ook dat niet iedereen er altijd even tevreden mee is. Nou, even nog terug naar het geval van mevrouw Teunissen. De dokter schrijft een medicijn voor tegen het probleem met die schildklier. Maar dat is gedaan door de doktersassistenten. Die doktersassistenten krijgen een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Dat zie je ook wel. Maar dit lijkt me een beetje overdreven. Ja, het is op zich normaal dat een assistent een herhaalrecept afhandelt. Maar als iemand voor het eerst medicijnen krijgt vanwege schildklierproblemen, ja, dan zou ik toch verwachten dat die arts die patiënt een keer eerst wil zien. Maar goed, die assistenten die gaat dus een beetje op de stoel van de dokter zitten. En blijkbaar kan dat dan hier. In dit geval mag niet, maar wat moet je nou doen als je dat merkt? Nou, ik denk inderdaad dat assistenten soms dokters te veel afschermen. Als je de dokter wilt spreken, ja, dan zou je heel duidelijk moeten zijn, ik wil de dokter spreken. Ja, maar als er dan is, de dokter heeft geen tijd, wat doe je dan?
Ja, dan is de vraag, wanneer heeft hij wel tijd? Ik wil hem spreken. Nou, ik vind dat de huisartsen moeten goed duidelijk maken hoe hun praktijk georganiseerd is. Ik denk ook dat dat naar de toekomst wel meer gaat gebeuren. Dat je op een website kan vinden van hoe werkt het hier in die praktijk. En als patiënt is het handig dat je zorgt dat je daarvan op de hoogte bent. Stel voor dat dit medicijn nou echt een probleem had opgeleverd. Wie is er dan verantwoordelijk? Die huisarts. Correct. Die huisarts blijft eindverantwoordelijk voor wat die assistenten doet. Ja. Dus, maar dan kan ik hem dan aanklagen of zo? Jazeker, want er zijn voorbeelden van tuchtzaken waarin de arts wordt veroordeeld omdat de assistente iets niet goed deed of omdat de praktijkorganisatie niet goed was. Ja, oké. Okay. Ja, die huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen en problemen over hun gezondheid en de ziekte. Is nou veel veranderd in de afgelopen tijd? Vroeger was de huisarts een man met aanzien. Hij stond op gelijke voet met de notaris en de pastoor. Zonder vragen accepteerde de patiënten wat hij voorschreef, want de huisarts sprak je niet tegen. Het contact tussen huisarts en patiënt was toen heel direct. De huisarts kende de gezinssituatie. Hij behandelde iedereen uit zijn directe omgeving en werd vaak geassisteerd door zijn echtgenoten. De huisarts was altijd bereikbaar. In de weekenden, 's nachts, voor bevallingen, zelfs om even een babbeltje mee te maken. In die tijd was het beroep huisarts nog een roeping. Maar de tijden zijn veranderd. De huisarts van toen bestaat niet meer. Sinds de jaren 70 zijn huisartsen steeds meer gaan samenwerken. Nog maar een kwart van alle 7641 huisartsen heeft een solopraktijk. De rest werkt in groepsverband. De eigen huisarts is niet langer dag en nacht bereikbaar. De relatie tussen arts en patiënt is minder persoonlijk geworden. De arts heeft simpelweg minder tijd. Hij moet zijn eigen administratie bijhouden, legt minder huisbezoeken af en heeft vaker telefonisch contact met zijn patiënten. De huisarts van nu heeft gemiddeld zo'n 2350 patiënten onder zijn hoede. Ja? Oké, goed. Dag. De telefonische bereikbaarheid van huisartsen is tijdens kantooruren ernstig onder de maat. Slechts 2/3 van de mensen met een spoedeisende vraag krijgt binnen 30 seconden iemand te spreken. Toch is het merendeel van de patiënten tevreden. De huisarts krijgt gemiddeld een 8,2 van zijn patiënten. De verwachting voor de toekomst is een groot tekort aan huisartsen. Steeds meer huisartsen gaan part-time werken. Minder mensen willen huisarts worden. Het is een zware baan en moeilijk te combineren met het krijgen van kinderen. Daarnaast komen er door de vergrijzing alleen maar patiënten bij. In jonge nieuwbouwwijken en in de binnensteden is het op dit moment al moeilijk om een huisarts te vinden. Huisarts als roeping lijkt in deze tijd voorgoed voorbij. Ja, bedankt voor de moeite. Ja. Is dat zo? Is de roeping eraf bij huisartsen? Helemaal niet, denk ik. Nee? Nee. En, wat denkt u? Nee, ik denk ook dat veel jonge artsen beginnen vanuit roeping en met bezieling. Ik denk wel, en dat hoor ik ook wel van artsen die langer bezig zijn, dat wel onder druk staat, die bezieling, door steeds meer taakversnippering, door steeds meer administratieve romslomp. Dus dat je dan veel meer naartoe komt dan hetgeen waar je eigenlijk dat vak voor gekozen hebt. Ja, ja. Maar goed, het is wel anders geworden, want als je naar een praktijk kijkt, je hebt vaak te maken met meerdere huisartsen. Wat betekent dat voor de patiënt? Ja, dat betekent voor de patiënt dat hij toch wat minder vaak misschien zijn eigen huisarts kan, of haar eigen huisarts kan zien. Omdat huisartsen zich steeds meer hebben georganiseerd in grotere praktijken, waar ook veel meer hulppersoneel ook is. Ja. Praktijkverpleegkundigen, praktijkassistenten. Maar vindt u dat in principe een goede ontwikkeling of niet? Ik denk dat daar hele goede kanten aan zitten. Daardoor is de zorg ook veel beter gegarandeerd en kunnen huisartsen ook veel meer aan, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, ja, de keerzijde daarvan is dat mensen misschien wat minder vaak een persoonlijk contact met hun huisarts hebben. Ja, en wat moet je dan doen om dat toch op een of andere manier te bevorderen als patiënt? Nou, er zit inderdaad een keerzijde aan. Ja. Al die richtlijnen en hulppersoneel is prima. Het risico is dat artsen of praktijken meer een ziekte behandelen in plaats van een zieke. En als je dat niet wil, dan zou je je goed moeten voorbereiden als je met een klacht naar de dokter gaat. Dus bedenken, wat wil ik hier nou eigenlijk bereiken? Ik kan het misschien nog het beste duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Mag ja, dat? Ja, mag. Stel, iemand heeft langdurig of regelmatig last van pijn onder in de rug. Dan kent die patiënt die klacht. Dan gaat hij op een gegeven moment naar de dokter. Als hij dan zegt, ja, ik heb pijn in mijn rug, dan word je in een richtlijn gestopt. En dan rolt er uit van, nou, waar zit het?
bij onderzoek, alles is goed. Hier is een receptje voor pijnstiller. De vraag is wat die patiënt nou eigenlijk kwam doen met die pijn in de rug. Misschien was hij wel bang dat er een uitzaaiing van een tumor in zijn wervels zat. Of misschien wilde hij alleen maar horen dat hij zijn werk niet kon doen, omdat hij zich moest legitimeren naar zijn werkgever. Enzovoort. Dus de patiënt kan verschillende redenen hebben. En het is zaak om je van tevoren te realiseren, wat wil ik nou eigenlijk bereiken met dit bezoek? Zeker als het gaat om chronische klachten. Ondertussen gaan we even terug naar mevrouw Teunissen. Voor haar is de maat vol en Peter ziet dat hij moet ingrijpen. Ik zou niemand deze arts toewensen. Hij droeg zelf weinig aan, was ter wille om door te verwijzen, maar niet iemand bij wie je in goede handen voelt. Dus Peter wist precies hoe beroerd ik mij voelde. En die ging stappen ondernemen. Ik ben in volgorde van voorkeur van Jopie, heb ik een aantal huisartsen gebeld. Ik ben eigenlijk meteen bij de eerste blijven hangen. Ik heb toen in eerste instantie gesproken met de assistenten. Haar uitgelegd dat ik begrijp dat het gevoelig ligt om van huisarts te veranderen. Dat ik daar ook begrip voor heb dat ze niet zomaar een patiënt aannemen. Maar dat ik in dit geval erg graag de huisarts persoonlijk even wilde spreken om haar de situatie uit te leggen. Ik wil graag een afspraak maken. Peter is alles daarin geweest. Alles? Tot mijn stomme verbazing ben ik al heel snel zelf notabene door de huisarts gebeld. Die zich ook eigenlijk van begin af aan zeer redelijk opstelde. En gewoon zei van natuurlijk moet je van huisarts kunnen veranderen. En komt u gerust langs om kennis te maken. Wij kunnen morgenochtend al bij u terecht. Ja, ik was er niet weggekomen. Want ik had altijd het beeld, nou ja, anderen nemen je niet aan. Hè? Dus nee, die is alles geweest. Nou, dat is heel erg fijn. Dank u wel, tot morgen. Meneer Schellevis, komt het dan veel voor, dat verhuizen van patiënten van de ene praktijk naar de andere? Ja, dat komt veel voor. Vooral omdat mensen verhuizen van de ene plaats naar de andere en dan een nieuwe huisarts moeten kiezen. En gelukkig veel minder vaak, omdat mensen wat minder tevreden zijn over hun huisarts. Maar dat komt voor. Okay. Alice Jansen van IKG is bij ons in de studio. Zij is van de informatie- en klachtenopvang gezondheidszorg. Is het inwisselen van de huisarts inderdaad zo'n groot probleem? Ja, wij horen het heel vaak. Wij hebben veel mensen al jaren die bellen van ik wil heel graag van huisarts veranderen, want ik voel me niet prettig bij deze huisarts of ik heb een vervelende ervaring opgedaan bij deze huisarts. En dan lukt het niet. Terwijl een vrije keus er is, waarom gaat het dan niet? Soms zijn praktijken vol. Dan zijn er te weinig huisartsen voor het aantal patiënten. Maar we merken ook, mensen vertellen ons vaak dat de huisarts zeggen van nee, we hebben de afspraak, we nemen geen patiënten van elkaar aan. En soms zegt zelfs de assistente van nou, u mag niet zomaar weg, dat moet uw eigen huisarts goed vinden. Ja. En dat is natuurlijk niet waar. Dat is nu waar. Peter, jullie hebben echt baat gehad, hè, bij het IKG. Wat hebben zij voor jullie kunnen doen? Nou, wat helpt in die situatie is dat je hoort dat je niet de enige bent die met dat probleem zit. En dat het niet hebben van vertrouwen in de huisarts op zichzelf al genoeg reden is om van huisarts te willen veranderen. En dat ook voor de huisarts een reden dient te zijn om het toe te staan. Ja. Wat adviseert u mensen nou in het algemeen als u ze zoals Peter langs krijgt? Wij vertellen ze vaak dat ze formeel recht op vrije huisartsenkeus hebben. Dus dat mag. Dat het ook in de richtlijnen van de artsenvereniging staat. Dat ze de recht op vrije artsenkeus moeten respecteren. En de NMA, heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit, die heeft er ook onderzoek naar gedaan. En die heeft ook gezegd, ze mogen niet de patiënten in postcodes verdelen. Hè, van jij neemt die postcode en ik neem die postcode. Maar het gebeurt toch nog, omdat huisartsen waarschijnlijk het gewoon niet zo nodig vinden. Oké, heel even vragen dan. Want waarom gebeurt het dan? Ik begrijp niet waarom dat zo'n probleem is voor die huisarts. Nee, het stamt een beetje vanuit het verleden, denk ik. Toen had je binnen huisartsgroepen zo'n afspraak van als je iemand had gezien van een ander in de waarneming dan, en hij wou dan naar jou toe, dan moest je dat zeggen dat kan niet. Omdat het niet netjes was? Precies, dat soort dingen. Ja. En misschien ook nog wel andere reden hoor, afscherming. Ja. En waar moet je nou op letten als patiënt als je een huisarts kiest?
Je kan dat in twee groepen zien. Enerzijds de taakopvatting van een dokter. En anderzijds de praktijkorganisatie. Ja. En als je wil weten, nou, taakopvatting, dan moet je nagaan, wat is nou voor mij van belang? Bijvoorbeeld, wat vindt die dokter van euthanasie? Hoe kijkt die dokter naar de mens? Als een hele iemand, of kijkt hij alleen maar naar de ziekte? Nou, dat soort dingen gaat over taakopvatting. Wat vind je belangrijk? Praktijkorganisatie. Nou, hoe heeft hij zijn praktijk georganiseerd? Wat mag de assistente wel en niet? Hoe is het geregeld met huisbezoek? Wanneer krijg je dat wel en niet? Hoe is het geregeld dat je niet lang hoeft te wachten in de wachtkamer? Al dat soort informatie. Dan gaat het eigenlijk om die communicatie. Wat kan je nou doen om die communicatie te bevorderen? Nou, ik denk wat al eerder gezegd is, bedenk van tevoren heel goed wat je van die huisarts verwacht, waarom je op dit moment naar die huisarts toe gaat. En wees daar ook heel expliciet in. Ja. Denk er van tevoren over na. Maak desnoods een boodschappenlijstje. Ja, okay. En dan toevoegen, als de communicatie niet goed gaat, en mijn vrouw heeft dat geprobeerd, dat vind ik ontzettend goed van haar. En bij haar werkte het dan niet. Maar ja, vaak werkt het wel als je het aan de orde stelt. Van, ja, nou, ik vind dat we niet goed communiceren, kunnen we dat anders doen? En een beetje goede arts wil daar wel voor openstaan. Ja, precies, want het is helemaal niet zo dat het bewust allemaal artsen zijn die niet willen of zo. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Goed, mevrouw Teunissen, die heeft inmiddels een leuke nieuwe huisarts, zodat ze zich daar in elk geval geen zorgen meer over hoeft te maken. De vorige huisarts die maakt op mij een hele uitgebluste indruk van iemand die zijn laatste jaren nog even volmaakt. De nieuwe huisarts is een jonge vrouw die er echt zin in heeft. En echt voor haarzelf echt wil weten dat ze mijn moeder goed behandelt. Ja, dit mens maakt me blij. Echt waar. Ik weet ook haar voornaam. Wil ze ook dat je dat zegt en zo. Het is zo'n... Dat is in wezen niet belangrijk, maar ze staat met je op één voet. Het is niet zoals je vaak bemerkt bij artsen, vanuit een machtspositie zijn ze tegen je aan het praten. Dat heeft ze helemaal niet. Ja, ik ben er blij mee, hoor. Ik ben wel in dit leven erachter gekomen dat je vooral zelf moet inzien en veel moet doen als je wat mankeert. En je niet afhankelijk helemaal moet maken van een dokter. Ja, u bent er achter gekomen dat je zelf iets moet doen, hè? Hoe is dat eigenlijk gegaan? Ja, dat is ook gekomen door de ervaring met vele artsen, niet alleen huisarts. Ja. Dat je er toch achter komt, je kunt je niet afhankelijk maken in dit leven. En vooral niet als je wat mankeert. Dan moet je naar je eigen lichaam luisteren. Zorg dat je echt zelf ook stappen neemt. Ja. Nog even naar u. Misschien, we hebben heel veel besproken. Is er nou nog iets waarvan u zegt, nou, dat zou ik toch tot slot mee willen geven? Nou, dokters verschillen. En dus ga naar wat voor dokter past bij mij. Zorg dat je niet onnodig het heft uit handen geeft. Mijn vrouw zegt het ook. En de dokter hoort te informeren en de patiënt hoort te beslissen. Okay. Zoek een huisarts als je een nieuwe wilt waar je vertrouwen in hebt. Dat zou mijn tip zijn. Ja, oké. Okay. En wilt u meer weten naar aanleiding van wat we hier besproken hebben over dit onderwerp? U kunt het nalezen op onze website volgendekeerbeter.teliac.nl. Dank u wel dat u uw verhaal hier wilde vertellen. Graag. U dank voor uw bijdrage. En dit was Volgende Keer Beter. Dag. Hij wilde gewoon 24 uur per dag de aandacht. Ja, het was een soort van tijdbom die op ieder moment zonder de juiste hulp en medicatie eigenlijk kon ontploffen. Nee, als wij zelf niet op zoek waren gegaan naar hulp, dan had het echt nooit goed gekomen.